kijkers van Online Kids en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van EK 2006 en ook natuurlijk de laatste groepfase van EK 2006. We spelen in het stadion van Rio de Janeiro. Ik zeg, ik wil gewoon het grootste stadion inpakken in een groepfase. Waarom ook niet? Goed, we gaan gewoon beginnen. Je ziet het al. We spelen in Rio de Janeiro en Brazilië. Natuurlijk is het gewoon in Frankrijk. Dus. Dan gaan we gewoon eens lekker beginnen. Dat is de intro van stadion. En waarom moet ik die pakken tegenover de weg doen? Zweden tegen België. We spelen met België natuurlijk. En Rio de Janeiro. Daar gaat het einde, jongens. Laten we dat zien. Dit zijn de wedstrijden. En dan gaan we natuurlijk ook door met de volgende. En die wordt gewoon ook gespeeld, hè? In het stadio de Maracana en Rio de Janeiro wordt de finale van het WK gespeeld. Ja, maar ik ga het spelen. Ik ben Zweden. En dat is WK. Ja, dan moet er even staan, dan moet je het gedaan worden. Het bordje van Zweden. En de laatste keer nog fluiten, want dan zijn dat zo'n eruit ligt, hè. België moet ook gewoon gaan winnen. Dan gaat het dadelijk spoort zien. Overkomt de pauze. De Belgen staan weer op het WK en ze beginnen zo aan hun eerste duel. Op het WK, de laatste duel. Ja. Ja. Ook een rijtje zijn ze. Tweede wereldoorlog, de laatste groepsfase is begonnen. Op ons kanaal. Moussa Dembele. En België mag het doen. Mag de laatste groepsfase doen. En dit kan ook meteen de 1-0 worden. Voor België. België moet weer gaan winnen. We gaan hem natuurlijk weer gaan. De scheidsrechter heeft een vrije schop. Wat zijn het als België wint, gaat België door. Het is ook van tweede voor het eerst op kort van toe. Dat is ook een keurig van de zes. En dit is buitenspel. Ja. Hij keurt hem af, hij keurt hem af, hij keurt hem af. Dit is buitenspel. Daarom gaat dat doelpunt niet door. Goed, de bel. Bel hier een stem. Oké, Italië was misschien sterker dan België. Maar ik ga ervan uit dat België gewoon de fase gaat gaan. En dat is gewoon niet wat we gaan winnen. Ja, en dit kan de Oh, toch nog voor België. Ja, toch nog de lijn. Hoekschop dus. Het is afgenomen. En daar is de goal.
Van België. België staat vol. En hier is de aanvoer van het elftal Trap 7. De druk en stil in deze wedstrijd. Je kunt duidelijk zien dat het elftal traint op spel. Van het combinatiespel. Larsson. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat die voor een schot? Doeltrap. Ik heb niet aangeraakt. Die paas was goed doorzien. Einde van de aanval. Op bij 2-0? Nee. Oh, een duwtje. Dat mag wel een scheidsrechter. En daarom ook de 2-0. Hazard, score. Dat mag gewoon van de scheidsrechter. Dus neem het dan dat we een overtreding hebben. Wat een mooi doelpunt. Dat was gewoon een duwtje. Kijk. Hij heeft de bal. Hij heeft die. Kijk. Kijk. Hij duwt hem omver. Ja, aan de kant. Dan pak hij de bal op. En dan zit hij erin. Mooi strak beneden in de hoek. Ja, en hij draait zich op. Tweede voor Willem II. De paas komt uit. En is de weg naar 3-0. Nee, op de bal. We zijn aan nu. Daar komt. Waarschijnlijk zijn het geen voordeel aan te zien. Het is een Ibovic. In buitenspel. Ja, exact niet. Vermalen. De paas. Komt die uit? Nee. Geen aanspeelmogelijkheden, dus maar weer een tikkie terug. Heeft die bal? Hele slechte paas, bal is uit nu. Larsson. Ik weet niet waar die bal naartoe doet, maar zeker niet over de zijlijn. Hij zag niet wat er omheen gebeurde en peerde de bal dus weg. Thomas, dat was wel goed. Moussa Dembele, deze speler is ijzersterk aan de bal en heeft fantastische passeerbewegingen in huis. Larsson. Goeie ja, en zo kan dat. Toeprieven. En dan corner of niet. En die is uit. Goed zo. Corner van België. Corner. Hele halve corner. Hij redt en heeft de bal vast. Hazard. Hazard. En de keeper heeft er zonder problemen.
Ibrahimovic. Doelmonde. Christian Benteghelio. Poisson. Dat is gezien. Dat is gezien. Hij ziet de speler van Ajax. Ga door, jongen. Ga door. Ja, de voorzet. Hij werkt de bal weg. Komt dit is een goede kans voor België. Maar België komt terug. Oh, Christian, mooi enkel. Helmander. Hij moet ons komen helpen. Goed gedaan. Goed gedaan. Goed gedaan. Lop niet weg. Lop niet weg. Duw hem aan de kant. Goed gedaan. Goed op. Goed op rechts was het. Goed gedaan. En dus een doeltrap. Wilson. Kom helpen. Naartoe. Goed gedaan. Ga er maar naartoe. Ibrahimovic. Een schermutseling van de bal. Het is Ibrahimovic. Goed gedaan. Komt in de bal. Ga er maar naartoe. Ga er maar naartoe. Ibrahimovic. Oh, goed gedaan. Oh, mooie redding. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. De coach probeert iets nieuws. We zitten al in de tweede helft. Dat gebeurt dan met de andere tactiek is dus prima. Wilson. Keeper is er niet. Het ligt erin dat de keeper dan niet. De voorzet op maat kan heel veel nog even in te knikken. Ja, de keeper was kansloos. Het ligt erop dat de keeper hem heeft. En dat is wel uit. Maar hij gaat op in. Dus 1 tegen 2. Christian Benteghelio. Als de. Hij is gesteld gezien. België moet oppassen. Ibrahimovic. Want daar is de goede spieren. De beste van beide. Christian Benteghelio. Dit kan 1-3 worden. Als dit goed uitpakt. Aan, kom. Hey, kom nog. Kijk, dit is een kom nog. De keeper heeft een kui vast. Dat was een 100% kom. Pizzo. Daar zijn niet iets. Het publiek fluit is niet blij met die terugspeelbal. Dit pas. Komt aan. Komt aan. Als jij nu naar links toe gaat, dan kan ik hem zo voor je geven. En zo. Ah. Goed weggewerkt. Oh. Dat is toch spannend, hoor. Dat Dat zijn niet klinkt.
Er staat een medespeler vrij in het centrum. Hij is dat wel. Ja, en nu? Goed gedaan, Bert. Goed gedaan. De keeper moet wel. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze in de achterstand kunnen wegwerken. Christian Bentekelio. Ja, dat kan 1-3 worden. Het gebaar blijft. Losgelaten door de keeper. Hou hem binnen. Goed gedaan. Dat maakt voor gaat. En in het strafschopgebied. Wil hij niet. Aan keeper, komen. Een corner, wie gaat hem nemen? Oh. Wel Belgen. De coach gaat voor een andere tactiek. Prima natuurlijk. Ze stonden niet voor iets. Wat genomen? Christian, ah! Het ligt erop dat hij erin gaat. Nou, wat wegwerkt. Wordt dit wat? Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Nou, wat gaat de scheidsrechter beslissen? Komt er een kaart? Kijk, trap voor Zweden. Is het is opnieuw. België knokt ervoor. Ze hebben het zwaar. Maar kunnen ze wel de trap openen en dan er voorbij gaan? Zweden is net ook heel goed. De Vrijmen die zegt ook heel goed. Ach, goed zo. Dit is een witte kaart en de scheidsbesluit er ook geel te geven. Doe het er wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Ik laat nu niet op de kaart. Waarom doen we hier over? Want Ben Tekker, kom naar de 1-3, score de 1-3, keep gaan. Geen probleem voor de doelman. Niet om meer te gaan en we krijgen een korte. En wie weet, maken ze er een doelpunt van. Kom er maar bij. Wie komt er met de bal? Aan? Ja, en nu? Ah, keeper komt eraan. Volgende. Op een wel heel belangrijk moment. De wedstrijd loopt tegen het einde. En misschien komt er nu wel een doelpunt uit. Kom op, maar het is niet. We zitten al in de 87e minuut. België heeft nog niet gescoord in de 2-1. Maar dat willen ze wel. Hij zet vol, maar er zit een verdediger tussen. Dat feest gaat dus niet door. Landstreuk komt die verdediger tegen. De scheidsrechter Pluijt zou hier kaart gaan trekken. Nee, dit is bij dat snel. En de bal rond alweer. Nee. Oké, kijk wat. Zij staat in de wachtingsroep, joh. Ibrahimovic heeft wat verdomme. Ah, goed gedaan, Jupon. Wat een mooie redding. Het is zwaar. Warsom. Het is zwaar. Goed, het geeft uit die aanval gehaald. Erg nuttig. Dit is een... Dat is afgelopen de België. Win van Zweden. Na 2-1. Beter kan haast niet. En gelijk op 3 punten in de tas. Nou, dat zit in de wil. En ik wens u nog een hele prettige avond. Jongens. Het is een krappe overwinning. Maar jongens, dit waren de groepfases. Vanuit maandag. Donderdag. Is dat ook nog die WSBK? Staat op het schema als je ziet bij een informatie of video van mij. 2 juli komt er een informatie, dat is binnenkort. Kijk eens, ik hoop dat jullie even like wilt doen. Morgen gaat weer door zo het schema. Maandag, gewoon morgen om 4 uur rollercoaster. Dus 4:30 GTA en 15 uur voor Dorpsoeter. En dan doen ze hetzelfde. En donderdag, dan zien we wie tegen wie speelt. Oké, jongens? Kijk, bedankt voor het checken. Bedankt voor het. Dan zien we elkaar natuurlijk. Donderdag!
Ja, donderdag zien we wel terug bij de gloednieuwe aflevering van EK 2000. Wie tegen wie, dat weten we nog helemaal niet. Maar dat zien we dan. Bedankt voor het kijken. Dank voor het like. En tot donderdag gaan, jongens. Mazzel!